Ja, welkom in Romy's leven, want ik ben altijd te laat. High five! Nou doet ze dat natuurlijk precies niet. Kusje? Want ik wilde wel iets speciaals doen tijdens de vlogmas video's. Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar deze allereerste video van de vlogmas. Ik geef jullie hierin wat meer een kijkje in mijn leven. Dus ik probeer zo vaak mogelijk 's ochtends thuis de video te openen. En ook 's avonds thuis de video weer af te sluiten. Waardoor jullie eigenlijk een kijkje krijgen door mijn hele dag. En dan weten jullie dus ook hoe ik mijn school, met mijn YouTube, met mijn paard en eigenlijk hoe ik alles combineer. Dus ik laat jullie misschien ook tussendoor wel eens een keer zien hoe ik een schema maak. Ik neem jullie gewoon de hele dag mee in mijn leven. En in december staan er ontzettend veel leuke dingen op de planning. Dus ik denk dat elke video wel heel erg leuk gaat worden. De ene keer zal de video wat langer duren, want dan doe ik wat meer leuke dingen op een dag. En de andere keer ga ik alleen maar naar school en naar mijn paard en dan zal het een wat kortere video zijn. Maar ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk gaan vinden. Het kost mij natuurlijk wel een hele hoop tijd om te editen. Want ik moet gewoon ook naar school en dan moet ik elke dag een video online laten komen. Maar ik vind het wel heel erg leuk en sowieso vind ik video's maken en het editen natuurlijk ontzettend leuk. Want anders was ik nooit met mijn YouTube kanaal begonnen. Maar ik ga heel erg mijn best doen en anders moet ik misschien mijn moeder maar een spoedcursus editen of iets geven. Nee, maar het komt vast wel goed. Ik ga nu snel naar school, want ik moet om 9:30 op school zijn. Normaal gesproken begin ik elke dag om 8:30. Maar dinsdag is de enige dag dat ik om 9:30 begin. Even kijken, alles. Waar zijn mijn sleutels? De struggle, ik ben altijd alles kwijt. Ik ben nu eventjes onderweg naar de tram, want ik was een beetje laat. Ja, het welkom in Romy's leven, want ik ben altijd te laat. Dat is echt standaard mijn ding. Maar met het openbaar vervoer kan het natuurlijk niet. Dus ik ben nu even snel naar mijn tram aan het lopen. En dan moet ik 3 kwartier met de tram, want we hebben helaas geen station bij ons. Dichtstbijzijnde treinstation is Utrecht Centraal. Maar de tram doet er dan dus 3 kwartier over, omdat hij helemaal door Nieuwegein gaat. En dan nog helemaal door Utrecht. En dan moet ik nog een klein stukje met de bus en dan ben ik gelukkig wel al bij school. Dus dat is nog wel goed te doen. Er zijn ook mensen in mijn klas die moeten echt 1,5 uur of zo reizen. En de bedoeling is dat er elke dag een video online gaat komen met vlogmas. Dus van 1 december sowieso tot kerst. En misschien ook nog daarna, dat moet ik nog even kijken of ik dan doorga met vloggen. Maar ik ga nu wel eventjes naar mijn tram lopen en naar school en dan zien jullie zo meteen wat meer. Vanochtend was ik dus heel erg aan het haasten om de tram te halen. En toen kwam ik daar net op tijd aan, dacht ik. Maar toen bleek dus dat er iemand voor de tram was gesprongen, want die zag het even niet meer zitten. En daardoor hadden we heel erg veel vertraging, want er moest ten eerste een andere tram komen. En er moest ook een nieuwe machinist komen, want die ander was natuurlijk heel erg geschokt. Dus toen moesten we wachten op een nieuwe machinist. Uiteindelijk was ik gelukkig nog net op tijd op school, dus dat is wel heel erg fijn. En we zitten nu bij Engels. We hebben nu even pauze. Maar we vinden het altijd best wel chill om in de klas te blijven. Want dan hoeven we niet naar buiten, want daar is het koud. Dus dat is wel fijn. Ik volg de opleiding Crossmedia op het Graafs Lyceum Utrecht. Het is heel erg leuk, want we hier leren hier bijvoorbeeld om logo's te maken, om websites te maken. En allemaal dingen op het grafische en creatieve gebied. Dus dat is heel erg leerzaam. En dat kan ik natuurlijk ook allemaal weer toepassen op mijn YouTube kanaal. We gaan zo meteen weer verder met de les. En als ik straks uit ben, dan ga ik naar stal. Dus dan neem ik jullie ook mee naar stal. Ja, dit is mijn vriendin Marijke. Ja, ik ben de docent Engels. Allerbeste docent ever. Die nu met de les wil beginnen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Echt wel? Dat gaan we niet doen. Nee, echt dat doen we niet. We gaan niet beginnen met de les, mevrouw. We gaan anders op les doen vandaag. We gaan spelletjes doen. We gaan spelletjes doen. Jawel. Echt niet. We gaan beginnen met de les. Zo, deze schooldag heb ik weer overleefd. Ik ben nu bij mijn oma thuis. Want vanuit school ga ik meestal door naar mijn oma. Die woont namelijk in Utrecht. En mijn school is dus ook in Utrecht. Dus dat is best wel makkelijk. Dan pak ik vanaf school de bus naar mijn oma. En dan kleed ik me hier om. Ik heb me dus nu net omgekleed in mijn paardrijbroek. En mijn moeder komt dan hier ook naartoe. En dan gaan we vanaf hier door naar stal. Want als ik eerst naar huis moet en dan weer naar stal, dan ga ik dus vanuit Utrecht naar huis. En dan vanaf huis weer naar Utrecht. Dus dat is best wel onzin dat ik dan heel veel tijd eigenlijk verkeerd besteed. En nu gaat het gewoon veel beter als ik in één keer in Utrecht blijf en me dus even bij mijn oma omkleed. En voor mijn oma is dat ook wel leuk als we dan best wel vaak langskomen. Dus dan ga ik meestal uit school door naar dance. En dan gaan we
Vanuit stal gaan we dan naar huis. Dus dat is wel heel erg fijn. Zo gaat eigenlijk bijna elke dag qua indeling. Behalve op woensdag, want dan heb ik s'avonds springles. Maar dan ben ik ook vroeg uit. Dus dan heb ik tussendoor gewoon tijd om naar huis te gaan. Maar dat is best wel fijn. Dan heb ik gewoon de avonden nog vrij. Het is nu 4 uur. Dus dan ga ik nog even snel wat drinken. En dan gaan we daarna snel door naar stal. Dit is de hond van mijn tante. En die kan op commando een high five. Kom eens, Lisa. High five. Kom maar. High five. Nou doet ze dat natuurlijk precies niet. Kom eens. Geef ze een high five. High five. High five. Ja. Goed zo. We zijn nu op stal. Hey, Dancy. Ja. Hey. Hi. Met een hele vieze snor. Ik heb vorige week heel erg veel gedresseerd. Omdat ik natuurlijk afgelopen weekend dressuurweekend had. En morgen hebben we springles. Dus vandaag kan ik ook niet gaan springen. Want dat ga ik morgen al doen. Dus ik denk dat ik eventjes in het park ga rijden. Gewoon even voor de afwisseling. Want ik heb geen zin om weer te gaan dressuren. Dus we gaan denk ik gewoon even lekker een ontspannen ritje in het park maken. Kusje? Kusje? Ja! Zo, Dance is opgezadeld en ik zit nu op Dance. We gaan eventjes een rondje door het park. Het begint al een beetje schemerig te worden, dus we doen gewoon even één rondje. En dan gaan we daar nog even in de bak rijden. We stappen nu langs de molen en er hangen allemaal kerstlampjes. Echt super gezellig. Hey, Roos! Daar is Roos. Maar wij gaan nu even een rondje door het park. Eerst even een stukje stappen en daarna gaan we eventjes een stukje draven en galopperen. En dan tot slot nog eventjes in de bak. Er staan ook wat cavalettes, dus misschien daar nog eventjes overheen. En ja, het is eigenlijk best wel lekker weer nog. Het valt nog wel mee hoe koud het is. En deze is ook heel braaf nu. Normaal gesproken gaat hij altijd een beetje proberen om te draaien. Omdat hij het dan een beetje naar vindt om bij de andere paarden weg te stappen van het erf. Maar hij is nu echt heel erg braaf. Kom maar. En eigenlijk hier, als je het terrein hier afstapt, dan kom je gelijk bij het park hier. Hier begint het ruiterpad al. Zo, dan stappen we hier het ruiterpad op. En dan kan je een heel leuk rondje maken. Komt in mijn vlog. Oh nee. Dit is Laura. Volg haar even op Instagram. Ja, wel je Laura. Veel plezier. Dankjewel, jij ook. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. You by my side. Be the end. Only you can save me. Only you can save me. With me, oh, oh. With me, oh, yeah. With me, oh, oh. With me, who can save. With me, oh, oh. With me, oh, yeah. Oh, yeah. I hold to try to blow my mind like a bottle of wine. En hoe heet jij? Merlijn. Merlijn. En waar ken je Romy van? Van YouTube.
Dat was hartstikke leuk. Ja. Zo, Dennis kreeg nog een beetje muesli. Kijk eens, jongen. Ik heb Dennis' voetjes net ook nog even afgespoten, want doordat we in het park hadden gereden en daar heel erg veel plassen lagen, had hij hele vieze zandbenen. Dus dat heb ik even afgespoeld, zodat het niet kan gaan scheuren. En nu is hij zijn muesli even aan het opeten. Ik ga weer naar huis. Er kwam net eens een heel schattig jongetje naar me toe. Die verzorgt hier een Shetlander op stal. En die vroeg dus dat hij met me op de foto mocht. Echt super schattig. En het is nog, dit is ook wel even een mooi moment om jullie eigenlijk allemaal te bedanken. Want dankzij jullie is mijn YouTube kanaal echt in korte tijd zo ontzettend veel gegroeid. En ik kan jullie er niet genoeg voor bedanken. Dankzij jullie is dit allemaal mogelijk. En daar heb ik echt al hele mooie dingen mee mogen maken. Dus echt ontzettend bedankt altijd voor de lieve reacties en voor de steun. En ja, gewoon voor alles. Ik heb vandaag dus lekker eerst in het park gereden. En daarna heb ik nog eventjes op stal wat sprongetjes gemaakt. Tenminste, over wat afletties, gewoon een paar kleine sprongetjes. Ik zit nu trouwens weer in de auto. En ja, we gaan nu weer naar huis. Zometeen thuis ga ik eerst even douchen. Het is nu 5:45. Dus we zijn ongeveer, als het mee zit met de file, rond 6:15 thuis. En dan gaan we even douchen, daarna eten. En dan ga ik vanavond alvast deze video editen. Zodat die dus 1 december online kan komen. En dan ga ik ook nog eventjes wat schooldingetjes doen. Want voor vrijdag moet ik weer een project af hebben. Dus dat is ongeveer de planning nog voor vandaag. Zo, ik heb net lekker gedoucht. Dus mijn haar is ook nog half nat. En nu ben ik even eten aan het maken. Want mijn moeder ging na mij douchen. Dus die is nu aan het douchen. En mijn vader is ook net uit zijn werk gekomen. Mijn broertje zit te gamen zoals bijna altijd. En nu inmiddels is het al 7:15, bijna 7:30. Dus best wel laat om te eten. Maar het kwam omdat ik dus vandaag pas om 4:30 uit was. En we dan nog naar stal moesten. Dus dan eten we wat later. Maar ja, anders moest ik uit school naar huis. Dan eten en dan moest ik daarna nog naar stal. En dan had ik echt helemaal geen tijd meer om nog iets voor school te doen. Dus zo komt het wel wat beter uit. Dan eten we maar wat later. Maar dat is ook niet heel erg. Dus we gaan spinazie eten. En dat ga ik nu even maken. Ik heb net lekker gegeten en nu ben ik eventjes op mijn kamer. Zometeen ga ik beneden het perfecte plaatje kijken. Dat is een competitie tussen allemaal BN'ers. En ze moeten elke week 2 opdrachten doen. En dan moeten ze een zo mooi mogelijke foto maken. Elke keer op een andere locatie. En de ene keer is bijvoorbeeld een shoot met dieren. De andere keer is het een foto van een kitesurfer. Allemaal verschillende dingen. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan leer je ook wat meer over de fotografie. Dat vind ik heel erg interessant. En het is gewoon leuk om te zien hoe ze eigenlijk aan het klungelen zijn om zo'n mooi mogelijke foto te maken. Maar ja, dat kijk ik dus meestal op dinsdag. En tegelijkertijd ga ik dan ook eventjes de video editen en nog wat dingetjes voor school doen. Ja, een beetje multitasken, maar ja, dat lukt meestal wel. En dan heb ik de dingetjes voor school ook af, zodat ik niet van de week heel erg hoef te gaan stressen. Dus dat is wel fijn. En dan ga ik gewoon een beetje op tijd slapen. Want morgenochtend gaat om 6:00 in mijn wekker. Daarnaast heb ik nog een leuke mededeling, want ik wilde wel iets speciaals doen tijdens de vlogmas video's. En toen kwam ik op het idee om een soort big giveaway te doen. Want onder de kerstboom liggen natuurlijk altijd cadeautjes en december is echt een beetje de cadeautjesmaand met Sinterklaas en met kerst. Dus ik dacht, hoe leuk is het niet als ik elke dag aan het einde van de video een cadeautje laat zien. Gewoon kleine dingetjes, sommige paardgerelateerd en sommige ook niet, dus gewoon leuke hebben dingetjes. En dat het uiteindelijk dus 1 groot pakket is wat je kan winnen. Dus ik heb 19 cadeautjes. Elke dag van vlogmas 1 tot en met vlogmas 19 komt er aan het eind van de video een cadeautje. En uiteindelijk vormt het dus een groot pakket. En de 20ste maak ik dan de winnaar bekend. Hoe kan je nou kans maken op dit pakket? Zorg dat je elke vlogmas video een duimpje omhoog geeft. En reageer om deze allereerste video dat je mee wilt doen met de winactie. En uiteindelijk kies ik dan uit alle reacties onder deze video de winnaar uit. En die maak ik dus de 20ste bekend. En dan hoop ik dat ik het nog kan opsturen voordat ik op wintersport ga. Want de 22ste ga ik zelf op wintersport. Dus ik hoop dat diegene dan binnen 24 uur reageert. Waardoor ik het dus nog dag erop kan opsturen. Maar dat zien we dan wel. Ik ga dus elke dag aan het eind van de video een cadeautje laten zien. En uiteindelijk vormt dat 1 groot pakket.
Dus ik denk dat het heel erg leuk is om mee te doen. Voor iedereen zitten er ontzettend veel leuke dingen bij. En omdat het zo'n groot pakket is, dan kan je eventueel misschien ook nog wel dingetjes die je niet zo aanspreken aan vriendjes of vriendinnetjes geven. Dus zeker het kijken waard. En vandaag ga ik het allereerste cadeautje laten zien. Dat is dit klavertjes vierplantje. Je hoeft het alleen maar water te geven in een potje en dan groeit er uiteindelijk een klavertje vier uit. Je kan hem bijvoorbeeld daarna drogen en plastificeren om het aan iemand te geven voor extra geluk. Of gewoon zelf op je kamer laten staan. Ik denk dat het wel heel erg leuk is en wie weet brengt het wel geluk op je volgende wedstrijd. Dus dat is het allereerste cadeautje. Morgen ga ik iets ontzettend leuks doen. Iets wat heel erg vaak is aangevraagd. Ik ga nog niet vertellen wat, dus ben je benieuwd, kijk dan zeker de video van morgen. Deze komt weer om 3 uur online. En als je benieuwd bent wat het volgende cadeautje is, dat zien jullie ook in de video van morgen. Bedankt voor het kijken naar deze allereerste Vlogmas video en hopelijk tot morgen. Doei!